Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. We zijn wanhopig. Wat een drukte, hè? Wat een drukte. Nou, en de zon schijnt zo echt lekker. Met dat heerlijke weer, weet je wel. We willen natuurlijk veel lopen, hè? Veel met die honden eruit en die katten lekker knuffelen. Ja. Maar ja. Waar blijven de vrijwilligers? Het is echt, we hebben zoveel werk. En we snappen het, hè? Toch? Want, hey, ik zal ook heerlijk, joh, lekker op vakantie. En, maar wat is er nou leuker dan hier, je vakantie? En dan zo'n mooi groen shirt te dragen. Nou, dit is waar je het voor doet, precies. Toch? Dat shirt. Dat shirt is waar je het voor doet. Juist. Dat is gewoon, weet je, dat we de dieren en hè, dat is allemaal leuk, maar ja, dat shirt, dat doet het hem, toch? Zeker weten. Oké, nou, ja. Of is het misschien meer dat het contact met de dieren en zo? Ik denk dat mensen het ook moeilijk vinden soms om de dieren hier achter de tralies te zien. Is het ook, hè? Ja. Is het ook, want het is niet allemaal leuk. Het is niet allemaal pijs en vree. Maar ja, wil je dan toch echt nog iets betekenen voor deze dieren, zodat ze toch wat extra's naar buiten komen? Ja. Ja, meld je dan aan, hè, als vrijwilliger. Ja, dat lijkt me leuk. Weet je, maar ik heb natuurlijk al, hè, we hebben allemaal oproepjes gedaan, ook op onze socials. Maar ja, niks werkt. Komt niet heel veel uit, hè? Nee. Misschien kan Roel iets voor ons doen. Misschien als we een oproepje mogen doen via Roel, dan lijkt me dat fantastisch. Heb jij zin om ons te komen versterken, om dit fantastische team ook een deel van jouw leven te maken? En heb je minstens één dagdeel in de week de tijd? Wil je ook zo'n fantastisch groen shirt aan op de dagen dat je vrij bent en heerlijk met ons aan het werken bent? Hou je ook van honden en katten knuffelen? Wil je iets administratiefs doen? Wil je ons helpen met de was, schoonmaakwerkzaamheden? Ben je fysiek en mentaal in staat om in het asiel te werken? En wil je meer informatie? Mail dan naar doc.spijkenissen@dierenbescherming.nl.